Hey gasten, mijn naam is Fabian en ik ga vandaag even Combat Survival opnemen. Want ik had er nu al van zin in om het te doen. Ik had echt een week geleden of zo, of anderhalve week geleden, had ik een intro gemaakt hierover. Het is dus een survival server met ook anderen. Er zitten nu bijna geen mensen op, alleen wacht even hoor. Ja, hier zijn de mensen die erop staan. Dat is Fabian, de bosvermot. En verder nog niemand, behalve dan de twee van de Combined Gamers, namelijk Virgil en Delano. En Fabian, yeah, dat ben ik. Dus ik ga dit, ik ga Combined Survival een beetje spelen. Ik ben al een beetje begonnen, kijk maar. Nice. 22 iron heb ik net ook gefarmd, gemined. Zat ik alvast wat armor maken. Ik heb al een soort van plaats gemaakt in het bos waar ik ga wonen. En die zal ik jullie zo even laten zien als het weer licht is. Want het is nu nogal donker. En dan zijn er allemaal zombies en dan word ik doodgeschoten en zo. Je weet wel. Oké, maar ik ga dus een beetje survivalen. Deze episode. En ik wil ook nog even een beginnetje maken aan mijn build. Dat het namelijk een kerk gaat worden. Nou, niet echt een kerk. Ja, een soort van groot al. Nou, ik noem het een kerk. Het is gewoon een kerk. Wat kan ik hier nog maken? Ja, ik maak wat torches. Oké, maar dan zie ik hier zo. Dan ga ik even mijn plaatje laten zien. Waar ik zit. En dan zal ik even mijn plaatje laten zien. Wacht even, ik ga ook nog even de regels laten zien. Er zijn dus regels. Volgens mij, nu momenteel zijn die regels alleen voor mij. Eigenlijk best wel grappig is. Je moet mij echt niet vertrouwen. Nee, nee, dat is ook niet waar. Ik ben wel te vertrouwen. Ik ga dus gaan eens kijken of er nog meer mensen bij kunnen komen ook. Het is nu alleen ons drie. En zij zijn samen van hetzelfde gamekanaal. Dus er zitten nu eigenlijk maar twee gamekanalen op. Maar dat maakt niet uit, want het is nog steeds best leuk. Ja, dus ik zie je zo weer als ik bij mijn plaatje ben, lol, pirate deck. Zo, het is nu dag en we zijn bij mijn plaatje. Mijn honger gaat wel een beetje kapot, maar laat ik dat even fixen. Dit is dus midden op het bos, heb ik een open plek gemaakt. Nog wat extra boom geplant ook. Oké, maar ik moet even gaan stil gaan staan hoor. Oké. Ja, ik kan wel normaal lopen denk ik. Oké, ik heb amper voedsel, volgens mij ja alleen dit. Ik kan een kippenfarm maken. Dit is een beetje wat ik heb, volgens mij ook nog. Ja, iron. Laat ik even wat boots maken. En een extra pickaxe. Daar heb ik heel veel aan. Maar dit is de plek waar mijn kerk gaat komen. Ja, je denkt zo. Nee, maar het wordt echt hevisch. Hoop ik. Ik heb al een beetje iets gebouwd in creative wat ik ervan wil maken. Komt hier zo de ingang. En dan wordt er waarschijnlijk een soort van hall. En daar ga ik dan bijeenkomst houden. Voor de mensen op de server. En dan ga ik gewoon iedereen een beetje trollen. Je weet wel. Oké, maar ik heb jammer genoeg geen voedsel. Dus ik wil eigenlijk even kip gaan zoeken of zoiets. Die mij van voedsel kunnen voorzien. En daarna kan ik even gaan. Hoe heet dat? Oh. Daarna kan ik even gaan. Caven. Dus ik ga denk ik even voedsel scoren. Ja, kijk, hier zijn al kippen. Mooi zo. Dat zombievlees dat heeft echt de laagste saturation ooit. Dus. Daar heb ik niet heel veel aan. Ik denk dat ik toch nog even skip hier tussendoor. Zodat ik even wat voedsel heb. Waarmee ik kan gaan survivalen. Dus be right back. Again. Yo, daar ben ik weer. Ik heb een goede flink wat loot verzameld. Kaksen, daarmee kan ik stuws mee maken. Oh, wacht, ga ik even planten. Oh, dat kan niet hier. Volgens mij kan het wel.
Oh nee, ik kan misschien alleen op zand. Nou ja, maar ik kan hier stuws van maken. En ik heb sugarcane, wat veren. Oh wacht, volgens mij moest ik dit allemaal in deze chest. Oh wacht, die moet ik meenemen, want dat is natuurlijk mijn, mijn eten. En ja, hier kan ik wel flink wat mee doen. En ik ga ook nog even een ho maken om mee wat voed te kunnen verzamelen. Ik wil eigenlijk een beetje gaan caven om iets van aardappelen te halen of zoiets. Waarmee ik, waarmee ik heel snel voedsel kan halen, zeg maar. Want wiet werkt niet geweldig als, hoe dit ook heet, als voedsel. Dan kan je beter iets hebben als, als aardappelen of wortels. Dus dat is mijn doel om even te gaan zoeken. Yes. En even denken wat ook nog meer. Oh ja, gewoon even flink wat iron misschien in. En veel zou handig zijn. Daar kan je wel veel mee. Kijk. Nu begint iets ergens op te lijken. Oeps, ik heb iets gemot. Oh, nog iets. Alles gaat mis. Yes. Oké, kijk of ik alles terug kan planten. Ja, oké, we hebben een farmpje. We hebben een farm. Had ik precies goed uitgemeten. De zon gaat volgens mij wel bijna weer onder. Ja, ja, hij gaat onder. En daar zijn mijn kippetjes. Iron. En wat heb ik nog nodig? Ja, dit is alles wat ik nodig heb ongeveer. Ja, ik neem dit hout mee voor de zekerheid. Je weet maar nooit wat je in de case gaat tegenkomen. Ja, dit is alles wat ik nodig heb. Ja, ik ga de caves in. Ik laat een klein beetje iron hier zo voor de zekerheid. Oké. Eerst even eten voor saturation. Oh ja, trouwens, ik heb deze boom hier gezien. Echt heel apart. Ik heb dit nog nooit gezien. Het is gewoon een normale boom, zeg maar. En ze groeit er een stam uit. Bijzonder. Ik zie wel eens hele grote bomen en soms kleinere bomen, maar nooit echt geweldig grote. Trouwens, dit is al de cave die ik al heb uitgemined. Grotendeels dan. Ja, bijna van alles. Alleen hierachter was nog iets dat ik was vergeten. Misschien kan ik de lava laatst nog gebruiken, ik weet niet. Doe ik even dat het iron stroomt. Zodat ik het niet vergeet. Nee, ik kom niet achter me. Oké, gelukkig. Ik dacht dat dit wel een goede case zou zijn, maar nu weet ik het niet meer zo net. Ik neem trouwens alles mee, want ik ben nog redelijk skeer. Gewoon arm, sorry. Torch hier. Torch. En trouwens, mijn beeld is heel licht, dat valt me wel op. Nou, ik weet niet wat ervoor zorgt dat mijn beeld zo licht is, maar dat is in ieder geval heel licht. Ja, dat had ik allemaal leeg gemaakt. Maakt niet uit dat het nu nacht is, want ik ga hier naartoe. Ik ga onder de caves. Dat maakt niet uit dat alles nacht is. Daar was ik al geweest. Ja, hier moest ik naartoe. Hier was ik nog niet geweest. Ja. Lekker cave. Wat hebben we hier? Oh ja. De server heeft een beetje lag issues, want het is een HDD server. Echt nooit een HDD server kopen. Echt slecht. Echt slechte zaak. Hoe heet het? Die zijn dus zeg maar ietsje laggier, maar deze server heeft wel veel gigabyte, dus trouwens, volgens mij staat mijn geluid te hard. Wacht daarvoor. Oh, hier uitgang. Huh. Lol. Mijn geluid staat volgens mij iets hard, dus heel snel. Ja, zo. Nu is weer een goede geluid. Ja, kill it. Nice. En ja, ik ga dus denk ik een achtergrondmuziek hier ook opzetten. Lijkt me wel vet. Kijk voor de creeper. Nice. De creeper die lost even het probleem op. Ik moet niet vergeten alles te verlichten, want het is voor mij echt heel licht dit beeld. Ik weet niet, ik heb de hele tijd gewoon een max staan. En misschien is er nog iets anders waardoor het heel licht is. Misschien heb ik een mod of zoiets. Dus ik ben eigenlijk een beetje aan het cheaten.
Maar ik heb eigenlijk geen idee wat voor zorgt dat het zo licht is. Oké, wat is hier? Zou het fijn zijn als ik wat goud vind of zo. Ik hoor hier creepers achter. Oké, niks daar. Waar zitten ze? Het is altijd moeilijk om te bepalen waar ze vandaan komen, ook met headset. Oké, even luisteren. Ik denk hier zo. Nee. Oké, dan moeten ze wel hieronder zitten. Ik hoor een baby zombie, dat is niet fijn. Oké, weet je wat? We gaan gewoon weer naar boven. Het maakt helemaal niet uit. Ik heb trouwens 2 pickaxen. Ze kunnen lekker lang door. Nee, niet zo heel veel is hier eigenlijk te beleven. Maar laten we gewoon een beetje random dingen meenemen. Zo, maar ik heb lekker vakantie. Is echt genieten. Ik had eigenlijk niet zoveel te doen. Ik ben de laatste tijd een beetje series aan het kijken. Zoals The Walking Dead en zo. Dat is best wel een leuke serie. En natuurlijk Game of Thrones, maar die keek ik al. Game of Thrones is echt een geweldige serie. En even denken, wat kijk ik nog meer? Oh ja, Spartacus. Oh, dat was zo'n geweldige serie. Spartacus is echt... Dat was echt een top serie. Het was 3 seizoenen. En een paar seizoenen waren gewoon heel chill. Maar het einde was vooral heel mooi. Dan ging Spartacus zo dood. Oh, wacht, ik moet niks spoilen. The Walking Dead is ook wel spannend om te kijken. Zie je wat? Ik heb ze hier een beetje gestopt volgens mij. Dus laten we deze kant uitgaan. Ja. Even denken, wat heb ik nog meer gedaan deze vakantie? Voor de rest heb ik in deze vakantie echt nog niks gedaan. Komt ook omdat het pas 3 dagen bezig is of zo, 4 dagen. En ik denk, ik ga even wat opnemen. Ik ga misschien nog wel flink wat meer opnemen van dit. Combined Survival. Ik heb er op zich niet zo heel veel problemen mee. Trouwens, het zou wel haatvol zijn als het op YouTube wel heel donker is dit gebeuren. Maar ik denk het niet. En ik ga over 1,5 week op Italië reis met mijn school. En dat is echt geweldig. Dan ga ik zeg maar met mijn hele... Wat is het? Hele... je weet wel, een afdeling. Dat is zeg maar alle mensen die in jouw niveau zitten. En daar gaan we dan mee weg naar Italië. Gewoon voor lol. En dat is echt de meest epische reis die er bestaat volgens mij. Ik loop hier een beetje dood, hè. Vraag me af, hier ergens waren er nog meer. Hier ergens zitten nog zombies in de muur of zoiets. Ik denk dat ze hier zitten. Hoor ik iets? Oh nee, nu zijn ze zachter geworden, dus dat betekent dat ze in deze muur zitten. Ja, ja, je hoort ze harder worden. Volgens mij zit ze links. Nou, dit is verwarrend. Misschien zit ze daar dan. Ik denk dat ik ze gewoon op de verkeerde hoogte zit graven. Ja, daar is die. Oeh, dat was even een schrik momentje. What's up, niggas? What's up, my niggas? Hé, hey, het was een flink drukke gang, laten we het daarop houden. Het was niet niks. Shit, het zijn wel zombies. Laat ik even wat eten. Er zijn er 3. Oké, kijken wat hier te zien is. Kijken wat hier te zien is. Je moet altijd uitgang hebben. Al nog meer zombies, joh. Oh, het is een spanner. Dat maakt alles heel duidelijk. Hé, hey, maar dat is cool. We hebben een spanner gevonden. Wij hebben een spanner gevonden.
Lololol. Ja, dit is episch. Oh, en trouwens, dit is volgens mij wel een hele goede cave. Ja, laat ik niet te ver gaan hier. We gaan even die spanner saboteren, zodat we niet meer uitkomen. En misschien maak ik er een soort van. Hoe heet dat ook weer? Een farm van. Oeh, iron. Saddle. Nice, nice, nice. Eén redstone'tje. Niks mis mee. Even kijken welke CD het is. 13. Die is volgens mij wel leuk. Ik weet niet zeker. Ja, het is nice. Oké. Die moet ik even onthouden waar dit is. Dus ik ga even een weg naar boven maken. Even kijken op welke we nu zitten. Zitten nu op I49, dus dat is niet heel veel naar boven. Maar als ik hier naar boven ben, ik denk niet dat we al aan de kerk gaan beginnen. Gewoon omdat ik waarschijnlijk niet zoveel tijd heb voor een episode. Zoveel tijd heb in een episode. Wat nog een cave? Wat? Waar loopt dit dan op uit? Oh, dat is deze. Hier was ik een beetje mis in gegaan. Oké. Omhoog. Gaan we dit even afsluiten? Dit boeit mij niks. Die moeten we open blijven. En dan kunnen we deze spanner misschien later een keertje omzetten tot een zombie farm. Waar we dus potatoes mee kunnen vinden. Farmen. Ja, nice. Hé, ik kan me niet meer herinneren dat ik een schep heb gebouwd. Misschien zat hij in de spanner. Oké, waar zijn we nu? Oeh, ja. Ze hadden deze server. What's up, spider? Oké, we zijn wel in mijn bos, dat weet ik zeker. Ja, het is mijn bos, want ik ben de koning van het bos. Ja, we zitten volgens mij ietsje ten zuidwesten van mijn dorpje. Ik was bijna dood. Oh ja, kijk, daar is mijn bed. Oké, dus als ik hier naartoe ga. Hier zo. Is hier mijn zombiespanner. En daar kan ik al mijn zombie farmen, zodat ik stuff krijg. Oké, dat is nice. Dat is nice. Mooi meegenomen. Ja, daar maak ik ooit wel een spanner van. Misschien maak ik ook nog een tutorial ervan dat ik de spanner maak. Oh nee, wacht. Deze moeten we even ophouden. Oh nee, deze juist niet. Hier kan ik verder caven de volgende keer. Of misschien een andere keer. Ik weet niet of jullie het leuk vinden als ik aan het caven ben. Namelijk. Want volgens mij is dat best saai te zien. Verlichtje. En de man niet kijken. Oh, er zie ik niks. Ah, blijkbaar niks. Oké, we gaan toch even deze enderman vermoorden, want we willen ook nog naar de end. Hij is weg. Ik wil wel even dat hij terugkomt, want wij willen enderpearls. Ik zal aan die enderpearls krijgen. En ik neem even dit mee, dan kan ik daar arrows van maken. Want ik heb heel veel kippen. Kippenveren. Ik noem het kippenveren. Misschien zijn er andere veren. Ik weet niet. Volgens mij niet. Dus ik noem het helemaal voor niks kippenveren. En torches zijn precies op. En ik wilde gaan stoppen. Dus dat is maar meegenomen allemaal. Die enderman die is waarschijnlijk verdwenen. Dus daar hebben we niks aan. Maar we hebben heel veel iron. Waarmee ik makkelijk een anvil kan maken. Want daarvoor heb je 33 nodig. En ik heb sowieso meer. Oké. Dan dank ik jullie een beetje voor het kijken. Als je het helemaal hebt volgehouden tot hier. Zou ik vet vinden. En ja, ik hoop dat jullie er weer zijn in de volgende episode. En dan zie ik jullie later.